zijn Wim en Peter. Deze twee boeren runnen hun eigen bomenkwekerij in Loosdrecht. En zij helpen je om je huis helemaal klaar voor kerst te krijgen. Vorige keer hebben de heren een guirlande in elkaar gezet, die je gemakkelijk aan de wand of aan een kozijn kunt hangen. Door naar iets nieuws. Wim, waar gaan we mee aan de slag? Als je niet zo'n heel groot huis hebt en eigenlijk maar een kleine tafel, dan wil je wel kerstsfeer, maar niet dat je hele tafel ermee geblokkeerd is. Dus ik ga deze keer een staafboeket maken. Dat is echt hoog opgaand, het neemt maar heel weinig ruimte. Je kan je gewoon je bordje ervoor zetten en je hebt echt een knallend boeket. Ondertussen staat Peter alweer tussen het groen voor de benodigdheden. We staan nu bij de Cephalotaxis. Ik knip er weer mooie lange takken voor. Want die gaat Wim een staafboeket van maken. Dus die willen graag grote lange takken, vroeg je mij. Dus die knip ik eventjes. Het is altijd een beetje zoeken naar die lange takken. Hele bossige groei. Kijk, kerst, prachtige amaryllis. Hey Peet. De Cephalotaxis. Ah, geweldig, dankjewel. Ja, geef maar, seks op water. Ja? Ja, super, wat een ding, hè. Lekker grof. En dat is die amaryllis ook. Een hele grove en prachtig mooi voor kerst. Lekker dat klassieke rood. En dat combineert echt heel mooi met die hele lange Cephalotaxis. Neemt weinig ruimte in als boeket. En je hebt wel veel effect. Je moet ze een beetje verschillende kanten op wijzen. En op iedere hoogte een Cephalotaxis en een amaryllis. En dat op 3 etages. Etageboeket, staafboeket. Je kunt het noemen zoals je het wil. En dit is eigenlijk al de basis. En dan rood draad eromheen. Om het bij elkaar te houden, want het is een staafboeket. Dat moet natuurlijk wel een beetje slank en smal blijven. Dus het is een sierdraad, maar hij heeft ook functie. Hij moet ook het boeket netjes bij elkaar houden. Na dat harde werk is het tijd voor een bakje koffie. En Wim, wat vind je zo leuk aan Peter? Nou, lieve help, hij is nogal een figuur. Dus ben benieuwd. Een hele sterke persoonlijkheid. En dat is af en toe wel lastig, maar het is ook wel fijn. Want hij neemt ook echt veel verantwoordelijkheden. Oh, maar we zijn nu wel benieuwd naar het eindresultaat. Nou kijk, dit is hem geworden. Ja, het is toch een geweldig boeket, hè? En eigenlijk maar heel weinig voor nodig. Die amaryllissen zijn super. En met die Cephalotaxissen zet je gewoon echt wat neer op tafel. Dit is gewoon weer een stapje om die orangerie lekker in kerstsfeer te brengen. Want de 16e hebben we onze winterborrel. En als je zin hebt, kan je daarbij zijn. Je kunt je aanmelden via kerst@oud.tv. Van harte welkom. Niet vergeten dus. En ondertussen zijn Wim en Peter alweer druk bezig voor de volgende aflevering van Klaar voor Kerst.